Jullie zijn met district Deurne, hè, in een participatietraject gestapt voor een, ja, eerst een zoektocht naar de straat die zou onthard worden en dan een straat die dan feitelijk een deel onthard is geworden. Eerst gewoon even kort zo uw ervaringen met heel dat traject. De algemeen directeur van de stad Antwerpen heeft mij ooit gezegd: op het ogenblik dat je echt een heel groot project toegaat, een heel belangrijke straat die wij zouden willen ontharden, verblauwen en vergroenen, dat je daarmee heel de mallenmolen van administratie, participatie, dat je daar meer dan 6 jaar voor nodig hebt. Je mag als lokale mandatarisch nooit, dus je mag nooit je geduld verliezen en je mag ook je nooit in je oren laten hangen. Want op het ogenblik dat er iets gebeurt in het openbaar domein, krijg je onmiddellijk een reactie op sociale media. Dat men niet naar u luistert. Dat is wat ze ook zeggen, dat je daar toch geen rekening mee houdt. Dus participatie is een heel lang en een heel moeilijk project. Nu, bij de Van Hembeeklaan hebben we dat kunnen vermijden. En dat is feitelijk, en ik ben hier feitelijk heel dankbaar voor, want wij komen heel veel in contact met burgerbewegingen en we hebben altijd de indruk dat ik als lokale mandataris in de oven gegooid word en dat buurtcomité dan plotseling verdwijnt achter uw rug om u de hitte te laten opvangen. Maar Groenland doet dat niet. Groenland, die hebben daar effectief mee mensen overtuigd om dat zo te doen. Dat vind ik wel echt een heel knappe zaak dat Groenland dat gedaan heeft. Dan gaan we eens even bij Weinigem horen, die dan een beetje inspiratie waren voor die aanbeveling, als we dat zo mogen noemen. Ja, Maar hoe was jullie ervaring wij dan hebben echt zo? heel positieve ervaringen daarin. Onze participaties zijn eigenlijk allemaal heel vlot verlopen, om zo te zeggen. Het zijn ook altijd maar kleine stukjes van de straat. En ja, de grootste participatie hebben we gedaan dat er maar 20 huisnummers waren. Dat is relatief klein. Ik denk dat bij jullie wel wat groter traject was. Maar wij verschoten er zelf van toen we er waren, dat de burgers zelf zeiden van ja, doe maar de parkeerstroken weg. Hier kunnen we perfect zijlings parkeren in plaats van kops parkeren. Er kan meer gedaan worden dan wat jullie voorstellen. Dus eigenlijk de buurt kwam daarmee hardere voorstellen als wij zelf in gedachten hadden. En wij hebben dat dan omarmd en er effectief wel werk van gemaakt. En de buurt is daar niet trouwig omdat dat is gebeurd. Dus voor ons is dat een heel aangenaam. En u zegt ook, het is kleiner, het zijn kleinere stukjes. Ja. Het ging niet over een hele straat. Het gaat over wat soorten onthardingen gaat het dan? Meer pleintjes. Dus bij ons zijn dat pleintjes geweest waar het dan rondom rond werd geparkeerd, langs alle zijden. Eén pleintje werd er langs twee kanten op geparkeerd, waar dat dan één van die twee parkeerzones gewoon volledig is weggegaan. En het andere pleintje werd ook langs twee kanten geparkeerd en is langs één kant maar zijlingsparkeer geweest, waardoor dat je toch wel zeker een meter kunt opschuiven met je parkeerplaats en vier parkeerplaatsen gewoon liquideert. Nu, wij ontharden ook wel heel wat. Hè. Het is niet zo dat wij weinig ontharden en wij houden, er zijn ook een heel aantal kruispunten die wij kunnen ontharden in Deurne, die wij ook gaan ontharden. Waar het er geen weerstand is van de bevolking, maar wij bemerken toch iedere keer als dat een groter project is, ontharding, dat die participatie moeilijk verloopt. Nu, er moet ook een onderscheid gemaakt worden, bijvoorbeeld in buurten die sociaal heel sterk zijn, gaat participatie en ook die ontharding veel sneller dan in buurten die sociaal minder sterk zijn. Daar is de weerstand veel groter. Dat sociaal zwakkere wijken zijn, als je daar een onthardingsproject doet, dat je op veel meer weerstand staat van die bevolking. Die denken veel meer in termen van, mijn auto kan ik dan niet meer kwijt op het openbaar domein. Terwijl dat in die sociaal sterkere wijken niet zo is. Die zeggen, ja, we hebben maar één auto per gezin en onze tweede auto is een bakfiets bijvoorbeeld. Wij hebben de indruk dat alle mensen twee auto's hebben, en drie auto's hebben, en vier auto's hebben. Als je dan die mensen confronteert met het feit dat in Antwerpen 27% van de Deurnenaars heeft geen auto, en 37,5% van de Deurnenaars heeft maar één auto, ja, dan zijn die mensen die twee en drie auto's hebben, dat is een minderheid. Maar die roepen heel hard, wordt ook, moet ik ook eerlijk zeggen, door de pers opgenomen. En dat verschijnt dan allemaal in de pers en dat creëerde een negatieve... Ik hoorde quick wins, wippen maar, oppervlakkige verharding.
om water te infiltreren. Maar in die ondergrond is er hoe langer hoe minder plaats. En aansluitend bij wat u als conclusie trok, we bouwen ook hoe langer hoe meer ondergrondse parkings. Dus we zijn eigenlijk ondergronds heel erg aan het verharden. En dan lopen we eigenlijk tegen het probleem aan. Je kan oppervlakkig ontharden, maar als de ondergrond verhard is, dan ben je je winst terug kwijt. En dat is een groot probleem. Ik heb het voor Deurne-Zuid, een gebied ongeveer een cirkel getrokken, 30 hectare, om u een idee te geven. En heb ik het samengeteld van alle ondergrondse parkings en dat volume daarvan kwam ongeveer overeen met totale neerslagoverschot. Dus de hoeveelheid regenwater die je op 1 jaar in de bodem kan trekken, dat wordt eigenlijk is daar verloren gegaan door die ondergrondse parkings. En dat hangt dus samen met de auto. Hey, wij hebben een aantal onthardingsprojecten opgestart, maar ik bemerk heel hard bijvoorbeeld de eerste klimaatstraat / groenstraat in het district Deurne is de Jan Olieslagerslaan in Deurne-Zuid. Dat ligt nu in een wijk die sociaal relatief sterk is, maar daar heeft dat heel participatieproject en het landen van het project heeft toch 4-5 jaar geduurd. En dus die termijnen zijn veel te lang, maar ik zie niet, er zullen methodes zijn om die termijnen korter te maken, ongetwijfeld. Maar ik bemerk ook heel hard dat hoe groter de organisatie is, in de stad Antwerpen is nu eenmaal een heel grote organisatie, hoe langer het duurt voor openbare werken aan te leggen. Nou, we redelijk kleinschalig zijn, kunnen we samen met een burger heel, heel dicht hè, in Wijnegem. Dus we kunnen rapper signalen opvangen en dan als er beurt te zeggen van ja, hier is mogelijkheid voor. Of voetpaden. Hey, als ik klachten krijg, de voetpaden staan vol onkruid. Waar dat daarvoor de eerste insteek was van kom, we gaan daar met de ploeg langs voor te borstelen en heel gegeven, moet eigenlijk nu de reflex zijn van is dit voetpad nuttig? Want als er eigenlijk onkruid op een voetpad groeit, wil het eigenlijk zeggen dat te weinig gebruikt wordt. Klopt. Hey, dus als het gaat over het plaatsen van fietsenstallingen, als het gaat over in Antwerpen bijvoorbeeld, dan zie je die ineens overal opduiken. Als het gaat over bomen planten in de stad Gent, die hebben een heel programma van overal bomen, zonder participatie. Ik ben een participatiedeskundige. Moeten we dan nog wel die participatie voor die kleine maatregelen doen? Of moeten we gewoon als overheid zeggen, kom, vooruit met de geit, het doel heiligt de middelen? Maar dus wat wij nu wel doen, als er een langere straat is, en dat is de vraag voor bomen te planten, dat wij per straatsegment een enquête doen. En als in dat straatsegment de helft van de mensen bereid is om een boom te planten, klap, dan planten wij 2 bomen. De reactie van die mensen is dan 1 jaar of 2 daarna, wij willen ook een boom voor ons deur hebben. In dezelfde straat, terug de enquête, en je ziet elke keer dat de bereidwilligheid om die boom te planten toeneemt jaar na jaar. Nu, op wijkniveau is dat dan een ander verhaal, want ik krijg dan heel veel reclamaties van mensen in andere straten die zeggen, maar je zit allemaal bomen in die straat en in mijn straat kan ik daarom niet meer voor mijn deur parkeren. Omdat je die mensen wegjaagt van die straat. Dus het is een lang proces, maar het is een continu lopend proces. Ja, wat dat heel veel gaat helpen, is als de deelwagen, want dus elke deelauto neemt 8 auto's van straat. Als we dat echt zo hard zouden kunnen promoten, dat bij wijze van spreken er elke 5 auto's in Antwerpen een deelauto zou zijn, dan zou het wagenbezit drastisch zakken. En zo hard zakken dat je echt in de straat zou kunnen ontharden. Oké, laatste woord voor u en dan moet ik... Dat sluit me er gewoon volledig bij aan. Ik denk dat dat ook inderdaad de toekomst gaat zijn, dat het persoonlijk wagenbezit gaat verkleinen en daar gaat de kansen moeten nemen. Hè. En dat gaat alleen maar in de toekomst nog meer moeten zijn. Maar dan moeten we onze blik open houden en onze blik groen houden. Hè.